Goedenavond, wederom. Welkom in het Zuiderpark, in het sfeervolle Zuiderpark. U ziet de tribunes, ze zitten al lekker vol. Maar laten we ook nog eventjes kijken, terwijl u Rinus Israël ziet, we ook nog eventjes kijken naar de mensen die nog naar binnen toe willen. Het is toch jammer dat die misschien wel iets te laat zijn gekomen, want als u links en rechts van u kijkt, dan ziet u dat daar nog wat open plekken zijn. En als ik het goed heb begrepen, dan is de voorverkoop zodanig geweest dat ook die plekken straks gevuld zijn. ADO Den Haag tegen Heracles. U heeft het van Erik Kooijman al gehoord. Het is de nummer 1 tegen de nummer 2. Laten we eens gaan kijken naar de opstellingen van beide ploegen. En we beginnen uiteraard met de opstelling van ADO Den Haag. Hier heeft u ze. Met Ronald Jans in het doel. Het centrale verdedigingsduo. Jeffrey van As en Jan-Paul Sijs. Toch Sijs dus en niet Verberne. Murano, Carillo en Daniel Rijhaard op de vleugels. Dan hebben we het middenveld met Roy Stroeven, Arjan van der Laan en Ferry Bodde. En voorin Gijs Kalis, Peter Hofstede. Er was even twijfels of hij zou kunnen spelen. Hij kan spelen. En Romeo Kastelen. Nou, als u die elf ziet, dan weet u dat u de man of the match kan kiezen. Hoe moet u dat doen? Wel nu een sms'je sturen naar het nummer 4545. Dan zet u ADO neer. U drukt een spatie in en dan het rugnummer. En dan zullen we eens kijken wie u vindt dat de beste speler van ADO Den Haag is geweest. Dit is de opstelling van Heracles, terwijl beide ploegen op het veld staan. Met Brian van Loo, Erwin Leuring, Peter Rekers, Mark Looms, Rudy Jansen. En op het middenveld Barry Hogeveen, Marnik Smit en Jurie Roos. Vorig jaar nog bij Volendam. Voorin Thijs Sluiter, Rick Platvloed. Platvoet zelfs, hij heeft al 5 goals gemaakt. En Roel Buikema, overigens die rit. Platvoet, moet er wel even bijgezegd worden. Hij heeft 5 goals gemaakt, dat is natuurlijk hartstikke knap. Maar hij had er al 3 in de openingswedstrijd tegen Haarlem. 3 goals binnen een kwartiertje. Ja, dat is natuurlijk ook knap. Dat had Sandro Calabro trouwens ook kunnen doen. Vorige week tegen Telstar. De makkelijkste kans miste hij. Hij scoorde 2 keer in het kwartier dat hij meedeed. De makkelijkste kans die schoot hij over. Het vuurwerk is op Midden-Noord. Het Bengaals vuur. En ja, ik geef het nog maar even aan. Er zijn nog steeds mensen die heel graag naar binnen willen komen. Ja, ik heb het idee dat scheidsrechter Roelof Luinge, dat is de man die vanavond gaat fluiten, ook inderdaad om 8 uur wil beginnen. Hoewel, dat halen we niet meer, want volgens mij is het 8 uur. Zal het 1 minuutje over 8 zijn, maar dan gaan we ook inderdaad beginnen aan die kraker. Want dat is het natuurlijk, hè, de nummer 1 tegen de nummer 2. We hebben het er net al een beetje over gehad. Hoe zit het nou precies in elkaar? Nou, laten we uitgaan dat ADO Den Haag wint. Is er niets aan het handje. Wint die ploeg de eerste periode titel. Bij een gelijkspel wordt het allemaal veel en veel lastiger. Daar zullen we het er straks wel eventjes over hebben, want dan kan Emma ook nog meedoen. Laten we er maar vanuit gaan dat ADO Den Haag hier 3 punten gaat pakken. De aftrap is voor Heracles. Overigens die wedstrijd om de eerste periode tussen Dordrecht 90 en Emmen. Want Emmen doet nog wel degelijk mee. Daar zullen we u zo goed mogelijk van op de hoogte houden hoe daar de stand is. Voorlopig is dit de eerste bal richting Brian van Loo in het doel van Heracles. We gaan toch eens kijken hoe dat Heracles gaat spelen. Want echt constant verstoppen heeft natuurlijk geen zin. Terwijl die bal een beetje moeilijk teruggekopt wordt. Maar wel een pro is voor Ronald Jansen. Verstoppen heeft geen zin voor Heracles, want die ploeg moet winnen. Om die periode te pakken heeft sowieso niets aan een gelijkspel. Slechte bal van Sijs. Hield het midden tussen het aanspelen van Rijhaard en Kastelen. Beide spelers werden niet bereikt. Goeie diepe bal, maar Carillo is sneller. En meteen een goede bal van Jansen. Kalis. Hofstede staat scherp, maar staat nu buitenspel. Bal komt er niet. Rekers. Rijhaard voor zijn man, maar ook voor de bal. Jansen moet eigenlijk komen. Nou, het wordt goed opgelost door Daniel Rijhaard. Wacht dan eigenlijk iets te lang met schieten. Toch Kastelen. Hofstede, Kastelen. Kastelen wordt neergehaald. De eerste vrije trap is voor Den Haag. Goede stemming in het stadion, dat mogen duidelijk zijn. Het doet een beetje denken aan vorig jaar, die wedstrijd tegen Excelsior. Niet in de na-competitie, maar in de reguliere competitie. Er waren er ook een hoop mensen. Van As naar Kastelen.
goede opening. Meteen doodgemaakt. Hofstede loopt naar buiten toe. Kastelen naar binnen. Kastelen gaat door. Krijgt de bal terug. Kastelen kan schieten. In de kluts daar ergens. Hofstede dan. Hoei! Goeie knal. Komt op het been van Erwin Leuring terecht. En de eerste corner is een feit. Dit is hem, Peter Hofstede. Tot op het laatst was het onduidelijk of hij kon spelen. Hij heeft problemen met zijn knie. Maar wilde deze wedstrijd absoluut niet missen. Er wordt vanuit het Heracles vak, want er zijn 275 supporters uit Almelo meegekomen, een bal gegooid op het moment dat de corner wordt genomen. En Luijgen die vindt dat wel grappig. Maar geeft natuurlijk wel aan dat de corner opnieuw genomen moet worden. Kort naar Boddenkamp. Gebeurt niet. Weggekopt. Dan toch Ferry Bodden. Naar Kalis. Kalis met een bal achterin. Iedereen denkt die bal gaat achter, maar dat is niet zo. Hofstede houdt hem binnen. Van der Laan. Van der Laan met de voorzet. Hé, daar wordt iemand onderuit gehaald. Scheidsrechter Luijgen vindt het niks. Aanval gaat door. Misschien van één keer. Van der Laan. Schot is van As. En Carrillo. Naar de buitenkant. Vier spelers staan buitenspel. Even wachten dus. Ingooi is voor Den Haag. Hofstede kan er misschien bij, maar duwt. Krijgt dan ook een vrije trap tegen. Sijs liep te wapperen voor buitenspel, maar ja, als er niet gefloten wordt, dan kan je maar beter doorgaan met het spelletje. Looms. Buikema. Goed gedraaid, Buikema. Heeft wat ruimte. Loopt het strafschopgebied in. Schiet. Op het laatste moment gestuit door Jeffrey van As. Voorzet. Wordt weggekopt door Sijs. Overname. Sluiter. Aan de linkerkant. Het blok is er van Rijhaard. De ingooi voor Heracles. Zo gaat het over en weer. Ver ingegooid. Voorzet is goed, maar wordt weggekopt. Overname van Looms weer. Aan de buitenkant naar Sluiter. Sluiter die dat mensen het bos in stuurt. Lage voorzet. Corner. Eerste corner voor Heracles. Zag er toch gevaarlijk uit daar achterin bij ADO Den Haag. Corner vanaf de linkerkant. Laag erin. Nou, die kan helemaal verkeerd vallen. Dan wordt er een overtreding gemaakt. Dan krijgt Den Haag een vrije trap mee. Linkercorner. Laag ingeschoten. Dan kan hij natuurlijk voor Den Haag zomaar helemaal verkeerd vallen. Opbouw van Sijs. Rijhaard. Sijs dan richting Hofstede. Jan Paul. Sijs krijgt meteen opmerkingen vanuit de dugout van Lex Schoenmaker. Sober spelen. Het grappige is dat Sijs in de uitwedstrijd tegen MVV na afloop ook toegaf dat sober spelen het beste voor hem is. Daniel Rijhaard, slechte bal. Peter Rekers. Stuit onderweg. Kalis kan overnemen. Van der Laan biedt zich aan. Maar het wordt Bodden. Richting Kastelen. Dat is een goede bal. Aanname is ook goed. Balk in de stroeven had gekund. Dit kan ook. Kalis. Stroeven. Heeft meteen vier man op zijn nek. En Heracles er goed uit. Maar wordt er ook snel uitgehaald. Van As. Sijs. En Jansen. Richting Hofstede uiteraard.
Goeie bal van Stroeven op Kastelen. Kastelen met de voorzet. Achterin loopt Hofstede. Die kan er niet bij. Tweede corner voor Den Haag is wel een feit. Alles van Heracles in het eigen 16 meter gebied. En met alles bedoel ik ook echt 11 spelers. Met andere woorden, als die bal uit het 16 meter gebied geknald wordt, komt er in ieder geval geen Heracles speler aan te pas. Kijk maar, wordt opgevangen, kan niet anders. Die bal is wel heel erg lang onderweg. Maar komt uiteindelijk bij Van der Laan. Afstandsschot is er van Jeffrey van As. Ingooi Den Haag. En nog steeds druppelen, zou je kunnen zeggen, mensen het stadion binnen. Vrije trap Den Haag volgens Roelof Luinge. Overtreding op Saïs. Opening is er via Rijhaard en Kastelen. Bodden. Van der Laan. Rijhaard. Is goed gespeeld. Bodden liep daar goed de diepte in. Leurink als laatste. Bal naar Sluiter. Hij heeft wat ruimte. Rijhaard blijft eigenlijk gewoon staan, steekt zijn beentje uit en heeft dus de bal. Van der Laan krijgt een zetje. Het mag doorgaan, weer die Sluiter. Laat zich wel heel laat vallen en Luinge zegt voordeel. Balbezit is er voor Buikema. Sluiter weer, typische linksbuiten. Ja, wil weer Rijhaard voorbij en Rijhaard is hem weer de baas. Dit wordt niet goed opgelost. Ingooi voor Roel Buikema. Slecht weggewerkt eigenlijk. Maar goed, Hofstede, Kastelen. Raakt hem kwijt. Zo, gaat dan als een grote man de sliding in. Van der Laan moet wachten. Er is niemand voorin. Nu dan, Kastelen. Oh, aardige beweging. Naar Van der Laan. Dat is een beetje kort. Van der Laan kan er dan ook niet bij. Rekers, goede bal. Het wordt wel heel makkelijk opgevangen daar door Leurink, die daar alle tijd en ruimte voor kreeg. Moet je eens kijken wat een gat er valt. Met Buikema goed ingespeeld. En naar de buitenkant, naar die Sluiter. Voorzet Jansen en Jansen pakt. Toch op dat middenveld viel even een gat. Luinge is boos, de scheidsrechter. De overtreding was ook pittig op Gijs Kalis. Het blijft bij een verbaal standje. Er komt geen kaart aan te pas. Rudy Jansen was degene die de overtreding maakte. Overtreding op Van der Laan. Dit keer was het Erwin Leurink die de overtreding maakte. De vrije trap is halverwege de helft van Heracles.
En weer een corner. Het is de derde voor Den Haag. En weer alle spelers van Heracles in hun eigen 16 meter gebied. U ziet het zelf. Kom daar maar eens aan. Keeper met één vuist. En dan zou je verwachten dat de afvallende bal, zoals dat mooi heet, in ieder geval voor Den Haag is. En via Van der Laan is het ook zo. Er staan er drie man buitenspel. En wordt er dus terecht gevlacht en gefloten. Kleurink. Het veld is goed, ondanks de vele regen, maar het zal duidelijk zijn dat het veld ook nat is. En dat zo'n bal opeens twee keer zo hard kan gaan. Kastelen. Even terug naar Rijaard. Van As. Hofstede staat scherp, ook Van der Laan schuift een beetje door. Goed ingegrepen van Mark Looms. Rick Platvoet, hij kon niet aan de bal komen. Van As. Van der Laan, nu weer een beetje terug. Carrillo. Kalis vraagt en krijgt. Borden. Haastig. Rijaard heeft wat ruimte. Zouden ze eigenlijk door kunnen lopen met die bal. En Hofstede buitenspel. Over de grond. Hofstede wijst. Zo'n bal moet over de grond. Speel hem maar in mijn voeten, dan kan ik kaatsen en zelf wegwezen. Oké, mooi. Juist. Sluiter. Hard ingespeeld. Kastelen. Weer thuissluiter, omdat Mark Looms goed ingreep. Oh, Kastelen. Dan krijgt Kastelen geel. Ja, of die bal nou bewust tegen Sluiter aanknalde, dat weet ik niet. Maar Kastelen is wel de eerste met een gele kaart. Nou kan Kastelen dat wel hebben, want het is zijn eerste in deze competitie. Wat rest is natuurlijk een vrije trap op een gevaarlijke positie, want zijn bal die kan prima indraaien. Mark Looms is degene die hem neemt en die dat ook kan. En in één keer op doel. Ja, dat is een hele linker bal, want Jansen ziet die bal heel laat komen. Tweede corner voor Heracles. Deed even een beetje denken aan die goal die het Nederlands elftal speelde, scoorde tegen Oostenrijk. Op de vrije trap die door niemand wordt aangeraakt. Die ging tegen de paal. Dit keer was Jansen er. Weggekopt. Van afstand. Heel hard. Door Buikema. En weer een corner. Daarmee staan de ploegen dan weer op gelijke hoogte. 3-3. Hoog erin deze keer. Goed weggekopt door Carrillo notabene. Die meteen weer aan de bak moet omdat hij Sluiter tegenover zich krijgt. Slechte bal. Is jammer. En Van der Laan had wat ruimte gehad. En Sluiter. En dit is een simpele prooi voor Jansen. ...17 minuten zijn we bezig. Stand 0-0. Leuke wedstrijd. Open wedstrijd.
Ik zei al, Heracles heeft helemaal niets aan een gelijkspel. Dus moet af en toe wel komen en doet dat ook goed. Een slechte bal op Kastelen met de ruimte voor Thijs Sluiter. Jan-Paul Sijs laat ze door de benen spelen. Rijhard is er ook nog. Kastelen. Overtreding van Boukema. Ferry Bodden met de vrije trap. Van As. Van der Laan. Sijs. Weinig beweging voorin. Nu dan Kastelen die zich aanbiedt. Die hem ook wel krijgt. Maar hem kwijtraakt aan Mark Looms. Van der Laan goed opgesteld. Weer Kastelen. Kastelen. Hofstede staat heel scherp. En moet oppassen niet buitenspel te staan. Van der Laan. Stroeven. Stroeven, Bodden, dat is te hard voor Van der Laan. Roy Stroeven, het is natuurlijk een hele aparte wedstrijd voor hem. Dit is trouwens Ferry Bodden. Roy Stroeven, een hele aparte wedstrijd. Vorig jaar speelde hij nog bij Heracles. Eigendom van Sparta, verhuurd aan Heracles. Sparta riep hem terug. En na 14 dagen kreeg hij te horen van er is geen plaats meer voor je. Toen was ADO Den Haag zo alert om daarin te springen. En als we het dan toch over Heracles hebben, dan zou je kunnen zeggen dat Roy Stroeven daar weg is. En dat Jurie Roos daarvoor in de plaats is gekomen. Maar dat voor de rest die ploeg al een tijdje met elkaar speelt. En dat kan je natuurlijk van Den Haag niet zeggen. Leuring. Rijhard. Had je meer mee kunnen doen. Bodden gaat er wel hard in. Logische vrije trap. Is al genomen. Met Rekers. Opvallend. Sandro Calabro loopt zich al warm langs de zijkant. Dat zou betekenen dat het met Peter Hofstede toch niet helemaal gaat. Daar is hij. Zou Hofstede dus toch te veel last van zijn knie hebben. En zou hij er dus uit moeten. Buikema. Naar Sluiter. Houdt hem binnen. Rijhard als laatste. Van As. Bodden. Speelt misschien wel verdedigerder dat hij zelf lief is, want hij moet wel. Hij moet met name ook die Jurie Roos tegenhouden. Sijs. Goede opening. En meteen doorspelen, ook dat is goed. Voortzetting is minder. En hier is toch heel veel ruimte op dat middenveld. Sluiter. Goeie bal op Boukema. Goeie combinatie ook. En een vrije trap voor Heracles. Metertje of zal het zijn? 6-7 buiten het strafschopgebied. En dus moet er een muur aan te pas komen. Het is Arjan van der Laan die in combinatie met Roland Jansen die muur ook neerzet. Maar 9 meter is het zeker niet. En dat vindt Geluinge ook en die dirigeert die muur dus ook naar achteren toe. En nogal wat kandidaten om die vrije trap te nemen. Marnik Smit staat erbij. Roel Boukema staat erbij. Maar het zou ook Jurie Roos kunnen zijn, want die neemt tenminste de grootste aanloop.
en Jansen. Het was uiteindelijk Marnix Smit die schoot. Op Hofstede. De bal was van Jan-Paul Sijs. Hofstede trekt die bal al eigenlijk naar niemand. Dat is jammer. Er was even wat ruimte. Gecreëerd door Jan-Paul Sijs. Goede opening op Hofstede. Die ook slim liep. Ingooi Den Haag. En nog steeds staan er bij de poort mensen die er minder willen. Terwijl we toch al 23 minuten bezig zijn. Rijhaard en Van As. Jan-Paul Sijs. Heeft, zo je dat mag uitdrukken, zijn kans gegrepen. Toen Verberne geblesseerd raakte en Sijs dus voor hem in de plaats moest spelen. Nou heeft Sijs het gewoon goed gedaan. Eigenaardig is het natuurlijk wel dat als er dan gezegd wordt van ja, Verberne die heeft niet gespeeld. En dus laat ik Sijs staan. Dat dat dus niet voor Bodde geldt. Dit is een linker situatie omdat Sluiter er bijna bij zat. Maar goed, Ferry Bodde was dus vorige week ziek. Maar speelt wel. Uittrap is van Jansen en is helemaal niet zo slecht. Het jagen is er op Rudy Jansen. De ingooi is voor Heracles. Leurink. Oh, mooi meegegeven naar Van der Laan. Geen buitenspel. Kastelen die staat daar klaar. Afvallende bal, misschien voor Bodde. Maar hij kan niet meer op doel schieten. Kalis. Buitenkant is goed. Weer geen buitenspel. En een corner. Nummer 4 voor Den Haag. En een blessure voor een van de spelers van Heracles. Het was wel degelijk een goede kans. En de redding was er van Brian van Loo met zijn voeten. Ferry Bodde met de corner. Ja, het draait goed in. In één keer schieten, dat was een idee. Nou komt heel Heracles eruit lopen. Maar wordt de bal naar Van der Laan goed gegeven. Dit is minder. Weer Van der Laan. Buitenkant Rijhaard, die biedt ze goed aan. Kastelen krijgt een gooi en een vrije trap. Overtreder Erwin Leurink. Het is een aardige positie. Voor bijvoorbeeld Ferry Bodde. Het is op dit moment onmogelijk te zeggen wie die bal gaat nemen. Want driekwart van het elftal van Den Haag staat om die bal heen. Het is... Kalis en Van der Laan die nu klaarstaan. En Van As die misschien van afstand iets gaat proberen. Het zal Bodde niet worden, want die is weggelopen. Van As, hard. En een corner. Nummer 5. Werd van richting veranderd en Jeffrey Van As blijft op de grond liggen. Dat schot werd gekraakt. Van As heeft even pijn. Kijk maar, daar komt hij. Het schot. Ja, dat wordt behoorlijk ingegleden. Maar ja, neemt ze eens kwalijk. En via een enorme rare kluts wordt het dan nog een corner. Jeffrey Van As kan wel door. Maar we hebben wel weer een corner, de 5e dus. Doorkoppen van Stroeven. Kastelen, het kleinste mannetje van het veld. En Brian van Loo pakt hem.
Romeo Kastelen. Nou, de bal wordt toch goed uitgeknald hoor. Luigen ziet een aanvallende fout. Kastelen buitenspel. Ja, is waar. Nooit een positie hebben waar ik op één lijn met de grensrechter zit, dan was het nu. Dus kan ik daar geen commentaar op leveren. Vrije trap is voor Mark Loons. Van As moet de lucht in, krijgt een duw. Dat mag dan wel weer doorgaan, dat is toch eigenaardig, want Van As is helemaal uit positie gespeeld. Mogelijkheden voor Sluiter. Sluiter hard. Wordt gekraakt door Rijhaard. Open wedstrijd. Dat hadden we van tevoren gedacht en gehoopt. Dat is het geworden ook. De diepte wordt gezocht door Rick Platvoet. Maar het is Thijs Sluiter die zich goed aanbiedt. Kan de bal meegeven aan Looms. Gebeurt ook. Looms moet dan weer terug. En Leuring dan weer helemaal terug. Ook al omdat het op het middenveld bij Den Haag even heel goed stond. Iedereen had een mannetje. Jansen zou komen, ja. En Van As. Jan-Paul Saïs. Daniel Rijhaard, even wat rust. Kastelen gaat alweer, dat is geen buitenspel. Nee. Oh, de keeper komt eruit, dat lijkt me een aardige stunt. Nee, dat loopt goed af. Arjan van der Laan. Naar Rijhaard. Van der Laan. Loopt zich vast. Ja, is geen overtreding. En Heracles kan er snel uit. Goed, breed gespeeld. Ja, dat is een goede ploeg hoor. Jury Roos naar de buitenkant. Kijk eens, daar komt die Roos weer. Hij heeft toch wat ruimte. Oh, dat is aardig gekopt, zeg. Dan heb je zelfvertrouwen. Daniel Rijhaard. Goed terug naar Ronald Jansen. Het is grappig om te zien dat, hoe gek het misschien ook klinkt, Ferry Bodde de man is die eigenlijk een beetje loopt te zwemmen. Die niet precies weet wat hij moet doen, dat zal hij wel, maar hij heeft het moeilijk, aanvallend en verdedigend. Nu zit hij er goed tussen. Bodde wil dan instappen, aanvallend gezien. Maar realiseerde ze dat niet, dat er achter hem een enorm gat valt. Overtreding wordt gemaakt door Jan-Paul Saïs. De vrije trap dus voor Heracles. Ruim een half uur bezig. In het Zuiderpark. Nog steeds 0-0. En Jansen die eens even kijkt waar die bal zo dadelijk terecht komt. Het is in ieder geval Marnik Smit die hem gaat nemen. Jansen. Niet zo moeilijk. Hofstede. Doorgekopt naar Kastelen. Nou, die wordt al vrij simpel van de bal afgelopen door Looms. Wel, rustig al. Hup. Rijhaard. Bal is nu uit. Goed om te zien dat als Ronald Jansen de bal heeft en hij wil snel uitgooien, dat niet alleen de aanvallers van Den Haag, maar ook de verdedigers gedekt worden. Dat maakt het er niet makkelijker op. Het is goed positiespel van Heracles. Sluiter.
is weer goed van Daniel Rijhaard. Die bleef kijken. Tikkie naar Hofstede. Kastelen. Kort onderuit gelopen. Het is Peter Rekers die het gebaar maakt. Ik speelde toch de bal. Er was wat voor te zeggen trouwens. Kijk maar. Ja, de speler wordt meegenomen. Vrije trap is dus terecht. 32 minuten. Ferry Bodden. Hofstede met het hoofd en het goal! Oh, jongens, jongens, jongens. Wat hebben ze dat slim bekeken. Niemand lette op Hofstede. Hoe is het eigenlijk mogelijk? 1-0 voor Den Haag. Ferry Bodden wist dat Hofstede dat ging doen. Plaatst de bal bij de eerste paal, laag. En dan met het hoofd Hofstede. Wat een goal. Onverwacht. Kijk maar, Ferry Bodden laag, dus de komt Hofstede. Ja, dan ben je als keeper gewoon geklopt. Dan zitten we in de 33e minuut. En komt ADO Den Haag op een 1-0 voorsprong. Doelpunt te maken is Peter Hofstede. Heracles, oeh, daar moet je mee oppassen. Platvoet, die stond daar klaar om zijn zesde goal te maken. Mooie beweging van Thijs Sluiter, ook dat. Maar die Daniel Rijhaard, die kom je wel vier keer tegen. Buikema. Rondspelen van Heracles. Even bijkomen van die goal. De ingooi is voor Buikema. De knal naar voren. En Kastelen die er niet bij kan. En Lex Schoenmaker is er niet helemaal gerust op. Komt veelvuldig zijn duck-out uit. Beter gezegd, hij is er nog niet in geweest. Hij staat ervoor. Roos. Krijgt een vrije trap mee. Is dus gehaald als opvolger van Roy Stroeven. En die Roos, vorig jaar speelde hij nog bij Volendam, is een goede voetballer. Tien minuten tot de rust. 1-0 de voorsprong voor ADO Den Haag. Goal van Hofstede. Een bal voor Jansen. Rinus en Lex, het galmt weer eens van de tribune af. Tussenstand man of the match is Peter Hofstede. Ja, u ziet het zelf, ik hoef het allemaal niet op te noemen. Keeper ligt buiten zijn 16 meter gebied, nu behoorlijk aangeslagen op de grond. Daar moet verzorging bij komen. U weet het, hè? U kunt sms'en met uw mobiele telefoon. Toetst u in 4545. En dan zet u ADO. En dan drukt u een spatie in. En dan drukt u het rugnummer in van de speler die u het beste vindt. Dat kunt u natuurlijk nu al doen. U kunt het natuurlijk ook later doen. Mond op het hoofd lijkt het bij Brian Verloo. Eens kijken wat dat voor een botsing is. Ja, het is natuurlijk wel een pittige. Je zou kunnen zeggen dat Gijs Kalis met zijn voet vooruit gaat. Brian Verloo was buiten zijn 16, dus echt veel bescherming hoeft hij dan niet te hebben. En die van Loo, die is, die heeft toch wat bloed aan zijn handschoen. En nog een keertje kijken. Ja, hij kreeg inderdaad een tik tegen zijn hoofd aan. Dat doet pijn, letterlijk en figuurlijk, in dit geval. Daar zit het. Ja, ik kan me voorstellen dat we daar gewoon eventjes op wachten.
En Luijgen zegt ook, jongen, neem jij je tijd maar. Grote vent trouwens, die Brian van Loo. Als we kijken naar het resultaat vorig jaar tussen ADO Den Haag en Heracles. Toen werd het 1-0 trouwens voor ADO Den Haag. Het doelpunt werd toen gemaakt door de man die er nu niet bij is. Maurice Verberne. Dat was trouwens even uit mijn hoofd gezegd, maar volgens mij de enige goal die hij maakt in de hele competitie. Als verdediger is dat natuurlijk niet zo gek. Maar dat was uitgerekend tegen Heracles. Dat is Hens van Thijs Sluiter. Kijk wat je laat, hoor je de Ajoen. Breijaard. Inspelen van Hofstede. Kastelen gaat. Kastelen kan de bal aannemen. 16 meter gebied in. Afgeven. Doelpunt. Ja, je ziet het aankomen. Oh, ho, ho, ho. Is dat lekker of is dat niet lekker? En wie maakt die goal dan? Ik denk dat het Roy Stroef is. Dat zou wat zijn. Ja, het is Roy Stroeven. De man die dus vorig jaar nog bij Heracles speelde. Hofstede geeft hem aan Kastelen. Kastelen wipt over zijn mannetje heen. Ziet al lang dat Snoever daar loopt. Bang in één keer. Van Loo zit er nog met het handje aan, maar dat is niet genoeg. Het is 2-0 in de 39e minuut. Stroeven scoort. En nogmaals, het is voor Stroeven natuurlijk eigenlijk een beetje wraak. Hoewel, zijn wraak heeft hij een paar weken geleden al genomen in de wedstrijd tegen Sparta. Want dat was per slotrekening de ploeg die hem liet gaan. Toen scoorde hij twee keer tegen Sparta. Dat vond hij toen wel heel erg leuk. Maar het is ook aardig. 2-0 de voorsprong. En hadden we in eerste instantie nog het idee om... mooie draai trouwens. En Jansen. Hadden we nog het idee om... met meer dan een schuin oog naar de tussenstand van Dordrecht tegen Emmen te kijken. Ik heb ook aangegeven, terwijl Hofstede er weer vandoor gaat. Ik heb ook aangegeven dat als Den Haag hier wint, dat Emmen met 30-0 kan winnen bij Dordrecht. Maar dat er dan nog niks aan de hand is. Breijaard, rustig. Hofstede. Ho, ho jongens. Niks aan de hand. Peter Rekers. En Hofstede. Hofstede had zijn been iets te hoog, waardoor Rekers viel. Het leek op een overtreding, er was echt geen sprake van. Arjan van der Laan. Van der Laan. Moeilijke bal. Ja, goede controle weer. Van der Laan loopt naar binnen toe, maar het kan ook naar Rijhaard. Rijhaard dan in één keer met de voorzet. Nou, die is niet best. Rijhaard weer. Zo. Rijhaard. Nog steeds Rijhaard. Weggekopt. Ingooi Den Haag. Eén man is er voorin bij Heracles, maar die krijgt de bal niet. Rijhaard gaat ingooien. Met nog een minuutje of vier tot de rust. Brian van Loo. Jeffrey van As. Naar Kalis. Kalis kan hem doortikken. Werd doorzien door de verdediger. Weer van As. En Saïs. Buitenspel. Ja, dat is echt waar. Twee man, Hofstede en Kastelen. Rekers met de vrije trap. Ik zou het prettig vinden als de drie minuten die ons resten tot de rust gewoon lekker uitgespeeld worden. De 2-0 is natuurlijk een prima ruststand. Doorkop is goed. Saïs stond op het verkeerde been, maar herstelt zich knap. Sluiter weer. Goeie voetballer.
Dit is ook knap opgelost. Ja, dat is goed gespeeld. Kastelen. Daar is Stroeven. Ik trek mijn beentje niet terug. Dat heeft hij volgens mij in zijn hele carrière nog nooit gedaan. Hofstede, Kastelen. Dat is volgens mij geen buitenspel. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de grensrechter daar even fout zat. Maar goed. Rekers met de opening richting Platvoet. Kopt hem inderdaad goed naar de buitenkant. Maar daar hebben we Carrillo die die bal keurig netjes achter laat lopen. Is een beetje verongelijkt omdat hij een knietje kreeg. Doeltrap voor Jansen met officieel nog anderhalve minuut voor het rustsignaal. En weer even terug. Brian van Loo. Kan een heel eind lopen, want er wordt niet gescoord en gestoord. En Carrillo springt in feite alleen op de man. En ik kan me voorstellen dat daar even naar gekeken wordt van mag dit? Ja, dat mag. De bal loopt zomaar over de zijkant. Carrillo is de man die ingooit. En Kalas houdt die bal niet binnen. Ik zie trouwens Calabro niet meer warm lopen. Dat zou kunnen betekenen dat Hofstede dat het wat beter met hem gaat, laten we het maar zo zeggen. En dat hij voorlopig in het veld kan blijven. Ingooi snel genomen. De bal is nog steeds in het spel. En is de corner. De vierde voor Heracles. Tegen vijf voor Den Haag. 2 minuten extra speeltijd komen erbij vanaf nu. 45 minuten hebben we gespeeld, 2 minuten er extra bij. En Lex Schoenmaker die is druk aan het wijzen en aan het doen. Er komt de corner. Draait er goed in. Jansen heeft een probleem, maar Jansen werd ook geduwd. En de vrije trap is er dus voor Den Haag. Luigen is zeer gedecideerd en fluit dit af. Corners zijn gevaarlijk. We nog eens kijken wat er nou gebeurt. Kijken, goed kijken naar Jansen. Ja, er loopt één speler. Die loopt alleen maar tegen Jansen op. Zonder de intentie te hebben om de bal te spelen. En dan maak je een overtreding. Zo simpel ligt het. Vrije trap door een overtreding. Peter Hofstede. Hé, hey, draai op! Slachtoffer is Leurink. Kalis, mooi gespeeld van der Laan. Op zijn hak. Ja, daar komt Heracles eruit. En knap. Goed de vleugels gezocht. Voorzet belandt op de hak van Carrillo. Sluiter. Ferry Bodden. Kijk, tussenstand tussen Dordrecht 90 en Emmen. 0-1. Emmen doet dus mee. Maar nogmaals, schrik u niet. Emmen kan met 30-0 winnen. Maar oh, daar wordt een foutje gemaakt. Maak het even af, zou ik zeggen. Nee, jammer. Keeper moet gaan lopen met de bal aan zijn voet. Ja, dat had hem toch moeten wezen, Kastelen. Dan had je de wedstrijd definitief op slot kunnen gooien, zo vlak voor het rustsignaal. Nu aan de andere kant. Buikema met een goede bal. Goede voorzet ook. En het levert nog een corner op. Daarmee komt Heracles ook op 5. Iedereen is een beetje stil van die gemiste kans van Romeo Kastelen. Ja,
Vijfde corner voor Heracles. Draait goed in, draait goed in. Waar blijft die bal, is de vraag. Nou, voorlopig heeft Heracles hem nog, draait er weer in. Jansen met het vuistje. En Luijgen zegt dat het rust is. En dat die corner dus niet meer genomen mag worden. Eindigen we dus een hele leuke eerste helft. Met een 2-0 voorsprong voor ADO Den Haag. We gaan even boodschappen doen met z'n allen. En daarna komen we graag terug hier op het veld. Met wat reacties van Erik Kooijman. Ik denk en ik hoop met Rinus Israël. Dames en heren, voor de tweede helft van ADO Den Haag tegen Heracles. U ziet het, de beide ploegen staan op het veld. Wat betreft ADO Den Haag zie ik zo 1, 2, 3 geen wissels. Het leek er wel een beetje op. In de rust was Sandro Calabro druk bezig met een warming-up. En datzelfde gold voor Maurice Verberne. Maar vooalsnog komen die er niet in. Hoewel Verberne nu wel bezig is om aan een verlengde warming-up te beginnen. Dat wil zeggen, hij loopt aan de zijkant nog eventjes warm. Voorlopig dus wat ADO Den Haag betreft dezelfde elf. Met de eerste bal die richting Kalis werd gespeeld. Hogeveen. Buikema. Buikema van afstand. Komt in het vak waar in ieder geval twee A3 vlaggen van Heracles liggen. Er zijn 275 supporters uit Almelo meegekomen in een bus of 6-7. Heracles had er veel meer mensen mee willen nemen. Maar ADO Den Haag zei van, weten jullie nog van vorig jaar? Toen kregen we maar 140 kaarten en konden we toen de vierde periode winnen. Dat zijn we nog niet vergeten. Heracles, wat kan het nog? In elk geval duidelijk wat het moet. Het moet drie keer scoren, willen ze de periode pakken. En net wat René van Delft in de rust zei, dan moet er dus meer ruimte komen voor ADO Den Haag. Als Heracles gaat drukken, gaat aanvallen. Ik krijg de indruk dat er bij Heracles overigens ook niet gewisseld is. Jansen. Goed ingegrepen. Goed gespeeld ook van de Laan. Notabene Carrillo die diep gaat. Dit kan ook. Oh, was er maar vanaf gebleven. En had van de Laan door kunnen lopen. Dit is ook wel aardig. Kastelen. Eén mannetje, twee mannetje. Combinatie. Kastelen. En de 3-0. Romeo Kastelen. Zo, dat is eventjes een binnenkomertje in die tweede helft. Het leek er even op alsof die aanval zou stranden. Omdat Carrillo de bal aantikte. En het eigenlijk helemaal niet de bedoeling was omdat Van der Laan door kon lopen. Maar toen die bal aan de buitenkant kwam en Kastelen met bal en al naar binnen toe liep. Kijk, daar komt hij. Kastelen gaat een mannetje voorbij. Gaat er de combinatie aan. Krijgt hem perfect terug en schiet in één keer in. 3-0 is de voorsprong. Is het dan al beslist? Ja, eigenlijk wel. Of Heracles moet heel snel tegenscoren. Maar ja, als je met de beste bedoelingen in de kleedkamer uitkomt. Dit is trouwens wel een goede bal. Dit niet. En je krijgt bij de eerste de beste aanval van Den Haag al meteen de derde goal om je oren. Dan moet dat toch mentaal ook een tikje geven. Waar ik dan, ja, dat is een binnenpretje hoor, maar ik deel hem met u, dus dan is het geen binnenpretje meer. Een heleboel mensen uit de businessclub, die komen nu die businessclub uitlopen. Dames en heren, u heeft een goal gemist. Bij Dordrecht 90 tegen Emmen staat het trouwens 0-2. Maar nogmaals, bij deze stand mag Emmen doen wat ze willen. Maar ze blijven op 1 punt achter ADO Den Haag. Balbezit is er voor Smit. Speelt goed in. Het schot
is er van Rick Platvoet. En de wissel zit eraan te komen. We krijgen zo dadelijk Sandro Calabro in het veld. En ik denk, ik zeg voor Peter Hofstede, dat hoeft natuurlijk niet. En ik denk ook dat Maurice Verberne erin gaat komen. Balbezit is er in ieder geval voor ADO Den Haag op het middenveld. Goed gespeeld. Kalis. Dan moet je het niet al te moeilijk gaan maken. Nou, Van Asten speelt terug op Jansen. Jansen met een rustige knal. En Heracles. ADO Den Haag moet even bij de les blijven, zou ik zeggen. Vrije trap is er omdat Carrillo zijn been omhoog haalde. In ieder geval krijgen we Sandro Calabro in het veld. En hij komt erin voor Peter Hofstede. En dat gaat nu leven bij Midden-Noord. Het is de 49e minuut. En Maurice Verberne komt er ook in. Terwijl Heracles klaar staat om de bal te nemen. En die komt erin. Verberne dus voor Jan-Paul Sijs. En dat zal, Sijs loopt een beetje moeilijk. Het applaus is oorverdovend. Voor zowel de spelers die eruit gaan als de spelers die erin komen. Jan-Paul Sijs er dus uit. Peter Hofstede eruit. Het zal wat de posities betreft niets uitmaken. Wat rest is natuurlijk nog wel de vrije trap voor Heracles. Op een gevaarlijke plek, dat wel. Kastelen. Overname van de Laan. Ruimte. Natuurlijk komt er ruimte. Geef hem maar door naar Calabro. Calabro, de spanning is hoog. Want wat gaat hij nu weer doen? Voorlopig een ingooi afdwingen. Maurice Verberne inderdaad op de positie van Jan-Paul Sijs. Zo teleurgesteld was Verberne vooraf dat hij niet in de basis stond. Rijhard. Hogeveen. Het hoofd van Stroeven. De eerste balbezit voor Maurice Verberne. Twee spelers van Heracles die zich ook warm lopen. Jeffrey van As. Van der Laan. Had het een beetje moeilijk omdat Marnik Smit in zijn rug zat. En zadelt het probleem bij Verberne op. Dit zijn de twee. Ik heb geen idee wie het zijn, maar dat zien we straks wel. Van der Laan. Gijs Kalis. Van As. En weer een bal op Kastelen. Als hij erbij kan. Dat lukt niet. Van Loo. Goeie trap trouwens. Dat was niet zo'n makkelijke bal om in één keer te spelen. Keeper van Heracles deed dat goed. Rijhard er goed tussen. Eerst 11-18, hè? Ja. Oh, ik denk dat is een bal voor Ronald Jansen. Die vergis het daar toch lelijk in, hoor. En dan wordt het voelbloedig opgelost. Timing van Jansen was verkeerd. Maar het kan gebeuren. Calabro die de bal niet inhoudt. Wissel komt er nu aan, denk ik. Ja, het is Heracles dat gaat wisselen.
Eens kijken. Het is in elk geval Thijs Sluiter. Die vond nog niet zo slecht. Maar die gaat eruit. En we krijgen Rashid Tibari erin. Allemaal in de 53ste minuut. Gaat Thijs Sluiter eruit. En Rashid Tibari. Hij komt erin. Nou. Het zal duidelijk zijn dat het hier weer eens een keertje is gaan regenen. Nee, Jansen. Dat is duwen van Calabro. En de terechte vrije trap dus tegen. Dat zou het manco kunnen zijn van Sandro Calabro, dat hij geforceerd gaat voetballen omdat iedereen een goal van hem verwacht. Buitenspel. Wel moet gezegd worden dat Verberne in de lucht werd geklopt. Dat overkomt hem niet zo vaak. Nu gebeurde het wel. Even kijken naar het lijstje van Heracles in uitwedstrijden. Die hebben er 3 gespeeld. Ze wonnen trouwens alles uit. Ze wonnen met 3-1 bij VVV in Venlo. Ze wonnen met 3-4 bij en tegen Dordrecht. En ze wonnen met 0-1 bij Eindhoven. Hoe komt het dan dat ze toch minder punten hebben dan Den Haag? Wel nu, dat komt door een 4-1 nederlaag thuis tegen Den Bosch. Heracles begon de competitie meer dan uitstekend met 7-0 winnen van Haarlem. Dat was natuurlijk toch wel een aardige prestatie. Terwijl het nu ophoudt met zachtjes regenen. En het dus moeilijk wordt voor de spelers om op de been te blijven, denk ik. Want het veld is natuurlijk al zwaar. Bewijs wordt meteen geleverd. Kalis. Carillo. Hij gaat niet lopen met die bal. Verberne. De bal het werk laten doen, terwijl u hier ziet hoe hard het regent. Buitenspel. Voor Kastelen. Ja, probeer het maar in 1 keer. Waarom niet? Stroeven denkt, ik heb die bal. Ik Jonas hem meteen op doel. Maar dat lukte natuurlijk niet. Overtreding van Carillo. Die beter geen beweging kan maken van wat een onzin. Want daar is Luijgen nou helemaal heel erg gevoelig voor. Hogeveen, maar alweer kwijt aan Van der Laan, die een gooi krijgt en nu buitenspel loopt. Carillo. Hij neemt hem goed aan, kan op Kalis spelen. Ja, dat is een spits, hè? Die ziet dat niet. Kalis bood zich aan de linkerkant aan. Maar Sandro Calabro ging even uit op eigen roem. Hogeveen. Vergissingje van As. Hij is duwen van Kalis. Terecht gefloten door Luijgen. Die trouwens toch goed fluit. Eerlijk is eerlijk.
De ingooi is voor Marnik Smit. Hogeveen krijgt die bal wel voor, maar ook niet meer dan dat. Jansen kan hem heel simpel pakken. En een nieuwe aanval van Den Haag inluiden. Met Kastelen. Calabro stond buitenspel. Kastelen moet dus wachten. Wat heet wachten? Die gaat nu maar alleen. Kastelen met de voorzet. Op het laatste moment wordt er ingegrepen. Rijhaard. Van As. Slechte bal. Dat mag niet, Maurice Verberne. Vrije trap is terecht en is snel genomen. Bal komt voor doel, Jansen. Neemt Van As mee. Maar die kunnen daar alle twee wel een beetje om lachen. Ja, wat kan er nog fout? Zo, dat is linkerzoek. Er wordt een kaart uitgedeeld. Gaat nou even om de kleur, want het is van achter aanpakken. Nou, geel, dan kom je goed weg, denk ik. Want zo'n overtreding van achter genomen, dat had ook rood kunnen zijn. Nou, Mark Looms, moet je kijken hoe die inkomt. Ja, nou ja, goed. Misschien dat ik een beetje te chauvinistisch ben, maar voor mij had die man er dus gewoon uitgemogen. Looms krijgt geel. Dan begint het publiek te roepen, je komt Den Haag niet uit. Nou, dat zal wel meevallen. Kastelen is weer gerepareerd, de vrije trap is voor Den Haag. Nou denk ik wel dat die Mark Looms zich helemaal niets meer kan permitteren. Buitenspel. Ik had het erover, wat Sander, kan er fout gaan? Nou ja, Heracles drie keer scoort, maar ja, eerlijk is eerlijk, dat zie ik niet meer zo. Ik kan me wel herinneren, vorig jaar een thuiswedstrijd van Den Haag hier tegen VVV. Stond het 4 minuten voor tijd 3-1. En werd het nog 3-3, maar goed. Tussenstand man of the match, ziet u hem voorbij komen. Peter Hofstede staat daar nog eerst. Romeo Kastelen komt eraan en Ferry Bodde ook. En Hofstede kan natuurlijk niet meer scoren, want hij is gewisseld. Terwijl we zo dadelijk Stefano Woeding erin krijgen. Bij Heracles dus. Goed van Verberne. Jagende werk is van Kalis. Jansen heeft het er moeilijk mee. Oeh, Brian van Loo die een beetje een glipbeweging maakt. Maar is ook niet zo gek natuurlijk op dit veld. Wat natuurlijk zwaarder en zwaarder begint te worden. Kalis. Kastelen kan aan de buitenkant. Calabro loopt buitenspel. Nu niet meer, maar nu krijgt hij die bal. Nou mag hij doorgaan terwijl de grensrechter al met zijn vlag omhoog stond. Dat is eigenlijk net zo'n situatie als, misschien u heeft het gezien, afgelopen woensdag. Tussen Oostenrijk en Nederland. Je krijgt die bal van de tegenstander. Dan zou het geen buitenspel staan. Maar ja, als je het al staat, dan natuurlijk wel. Kijk, hij krijgt die bal wel van de tegenstander, maar hij stond al buitenspel. We hebben een wissel. Mark Looms gaat eruit. Dat is begrijpelijk, want de man was verantwoordelijk voor de behoorlijke overtreding die hij zo net maakte. Ik kreeg daar wel een gele kaart voor, wat ook rood had kunnen zijn. En nou, die halen ze er maar veiligheidshalve uit. Deze meneer. Wieltje in de rug van Calabro. Bal ligt niet stil, dat weet Van As ook.
Veel beweging bij Romeo Kastelen die oversteekt. En Van der Laan die dus nu naar de rechterkant toe loopt. Dat is een aardige variatie. Kastelen controleert die bal ook goed. Geeft hem naar buiten. Kalis in één keer. Ja, dat was hard zat. Maar wel recht op de keeper af. Goeie uittrap. Marnik Smit, kijk, klein even kijken. En Carillo denkt er het zijnde van. Marnik Smit krijgt dus een vrije trap. Heel Heracles krijgt dat. Den Haag massaal terug. Twee man in het muurtje. Met het hoofd van Stroeven. Corner voor Heracles. Dat is overigens de eerste corner in de tweede helft. En Luinge gaat nu even naar wat spelers toe. Komen jullie even hier met z'n tweeën. Alle twee komen op het matje. Jeffrey van As dus in ieder geval. Denk erom, doe het niet meer. Ik wil dat niet hebben. Nou. Er is wat voor te zeggen om ze even te roepen. Dat is beter dan kaart uitdelen. Op de bal goed weggekopt. Diezelfde van As trouwens. Buikema. Jansen. En een vrije trap voor Heracles. Freddy Bodde was degene die de overtreding maakte. Buikema naar de buitenkant. Goed balletje. Goed opgesteld ook van Arjan van der Laan. Die wel inzag dat die bal door het midden gegeven zou worden. Toch is dat middenveld niet meer voor Den Haag. Maar veel gevaar komt er niet uit. Nou, dan zou Kalis een overtreding gemaakt hebben. En Luinge wijst dat nog eens eventjes aan. Ja, jij was de dader. Nou, Heracles mag een vrije trap gaan nemen. 66 minuten zijn we bezig. Verberne en Jansen. Platvoet was degene die schoot. Kreeg toch wat ruimte van Verberne. Jansen met de knal. Calabro die overal invliegt. Beetje overijverig. Dit is Barry Hogeveen. Ja, wel degelijk. Correcte bal gespeeld. Rudy Jansen. Carillo. Roy Stroeven gleed uit. Balbezit is er voor Rick Platvoet. Zou hem naar binnen kunnen geven, maar Maurice Verberne zit er prima tussen. Jury Roos liep in het centrum, maar kreeg de bal niet. Ingooi is voor Marnik Smit. Hogeveen. Aardig steekballetje. Ingeschoten en Jansen. Goede reactie van Ronald Jansen. Maar er zijn dus wel mogelijkheden voor Heracles. Het is, hoe gek het misschien ook klinkt, bij een 3-0 stand op dit moment niet de beste fase in de wedstrijd van ADO Den Haag. Je moet gewoon dat Heracles niet in de wedstrijd laten komen.
Goeie corner. Jansen weer met twee vuisten. Kalis. Calabro gaat. Krijgt hij de bal? Nee, Kalis loopt door. Dat is goed. Nu krijgt hij de bal. Sandro Calabro. Maar een goede ingreep van de verdediger. Van der Laan. Weg is weg bij Heracles. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Want als je tegen twee aanvallers staat, dan wil je wel als verdediger. Kalis wilde het iets te mooi doen. Vind ik toch een beetje de mak op dit moment van Den Haag. En de opbouw van Heracles. Met Rekers. En Leurink en weer Rekers. Ja, waar moet je met die bal naartoe? Kastelen. Rijhard, goede bal. Meteen geven, had gekund op Calabro. Die loopt zich goed vrij. Kastelen nu naar binnen toe. Aardige schaarbeweging. En een ingooien voor Den Haag. Ja, het is misschien wel leuk. En het publiek geniet er ook wel van. En het is natuurlijk ook wel leuk om te zien bij een 3-0 stand. Rijhaard. Heracles moet terug. Kastelen. Van der Laan. Kastelen. Niet alles lukt. En Heracles probeert uit te verdedigen. Maar schiet de bal in armoede maar over de zijkant. Dus de invaller Stefano Woeding. Ik neem tenminste aan dat hij Woeding heet. Het kan ook Woding zijn, maar laten we maar Woeding houden. Gras. Berry Hogeveen. En dan moet Verberne lopen, maar Jansen ook. En Jansen die redt dat goed. Zag dat de bal achter Maurice Verberne zou komen. Ja, die bal die is op Midden-Noord terechtgekomen en daar... willen ze die bal best wel teruggeven, maar u weet, sinds kort hangt er een enorm scherm. U ziet daar de bovenkant. Om ervoor te zorgen dat er niets meer op het veld gegooid wordt. Maar een bal is wel handig en die kreeg men niet over dat hekwerk heen. Gelukkig zijn er nog reserveballen. 18 minuten scheidt ADO Den Haag van een feest. Want dat is het toch. Oké, de spelersgroep heeft eigenlijk gezegd van wij zijn op weg naar iets mooiers, naar iets hogers. Zo, er wordt een aardige beuk uitgedeeld. Op Jeffrey van As. En Luijgen zag het. En geeft aan Jury Roos een gele kaart. En van As heeft pijn, kijk. Ja, dat is toch geen inkomen hoor wat die Roos doet, neem me niet kwalijk. En Luijgen wordt nu toegeroepen. Ja, dat is toch een beetje humor. Gele kaart dus voor Jury Roos. Het is de derde van de wedstrijd. Mark Looms heeft er een gekregen namens Heracles. Die is al het veld uit. En Romeo Kastelen. Kreeg een gele print. Dat is een aardig duel. En Verberne gaat even zijn gram halen en krijgt dus ook geel. Ja, dat is... noem het maar een optelsommetje. Die vrije trap moet trouwens overgenomen worden. Verberne geel.
En het zal u en mij niet verbazen dat hij zijn overtreding maakt op Jury Roos. Nou, heren, daar staat het dus nu gelijk. Dus nu moeten we maar meteen ophouden, ook met die flauwekul. Beetje frustraties van Verbernet, denk ik ook. Het feit dat hij niet in de basis stond, dat er in eerste instantie gekozen werd voor Jan-Paul Saïss. Daar was hij vreselijk over teleurgesteld. Een cookie op Jeffrey van As is een cookie op Maurice Verbernet. Zo simpel ligt het. En ja, dat wordt niet geaccepteerd. Corner voor Heracles. Die hebben er overigens al drie in de tweede helft. ADO Den Haag nog geen één. Corner wordt genomen door Roel Buikema. Dat is een goede bal. En overgeschoten. De man die het doet is Marnix Smit. We krijgen de derde en laatste wissel bij ADO Den Haag. En dan zien we Remco Heerkens in de ploeg komen. Ik denk voor Freddy Bodde. Dat zou de logische wissel zijn. Omdat dat, ja, Freddy Bodde gaat eruit. Is natuurlijk ziek geweest. Heeft misschien onvoldoende kracht om 90 minuten te voetballen. En Heerkens komt ervoor in de 74ste minuut. Ja, ik zou zeggen, het Haas kwartiertje zit er ook nog aan te komen. Luister even mee. Het blijft een indrukwekkend gehoor en gezicht daar op Midden-Noord. Omar is al lang gefloten. Rick Platvoet, hij was de man die hens maakte. De vrije trap is voor Den Haag. We hebben nog een kwartier te voetballen en een 3-0 voorsprong. Kan het bijna niet meer fout gaan. Kastelen. En een achterbal. Jansen wordt ingeschakeld. En Carrillo die dat goed zag. Goed gespeeld. Ja, alleen kan Carrillo niet aan de bal komen. Calabro wel. Er was de mogelijkheid voor Stroeven om door te lopen. Maar werd op het laatste moment goed gestuit. Bal is Heracles. Voorzet ook. Het laatste voetje is er van Verbernet. Maar dat is een ingooi en geen corner. Weggewerkt door Carrillo. Calabro kreeg waarachtig nog een voetje aan de bal, dacht ik. Of is het een verdediger? Het is een verdediger, zodat de ingooi heel duidelijk is. Tussenstand man of the match. Peter Hofstede staat nog steeds 1. Castelo op de tweede plaats. Roy Stroeven komt er nu bij. De derde plek. En nogmaals... Met alle respect voor Peter Hofstede, maar die kan... Ja, u kunt natuurlijk ook voor hem stemmen voor de periode dat hij meegedaan heeft. Dat is ook weer waar. Heerkens. Van der Laan. En Van As. Jansen. Ja, dat wordt toch prima opgelost. Die Van der Laan die speelt ook een puikenwedstrijd. Jammer dat ik die nog niet in het rijtje heb gevonden van de man of the match. Maar misschien het zelf nog even gaan sms'en. Jansen moet wel komen en ja, komt ook wel, maar ook niet meer dan dat.
Daar is hij weer. De regisseur van ADO Den Haag. Kalis, Carrillo moet terug. Heeft Jury Roos in zijn rug. Als hij meegaat, even mee terugzakken. Jeffrey van As. Overtreding wordt er gemaakt door Rudy Jansen op Gijs Kalis. En Rudy Jansen heeft commentaar. Dat moet je nooit hebben bij Luinge. We krijgen een kaart voor. Rudy Jansen geel. Niet vanwege de overtreding. Wel vanwege het gemekker na afloop van de overtreding. Vrije trap. Dat mogen duidelijk zijn uit het fanatieke fluitsignaal, vlagsignaal en fluitsignaal moet overgenomen worden. Genomen, Gijs Kalis, kan hij erbij? Nee. Tien minuten nog. En dan neem ik aan dat er toch een enorm volksfeest losbarst hier, voor zover het al niet aan de gang is. En iedereen die gekomen is en die jarenlang weggebleven is, die krijgt toch waar voor zijn geld. Van Loo. Berne. Oh, een hoop gerommel daar. Echt goed verdedigd wordt er niet in deze fase. En een fluitsignaal van Luinge. Die Roy Stroef, nee. Wie roept hij nou bij zich? Ik denk dat het Heerkens is. Maar het levert geen kaart op. Wel een vrije trap voor Heracles. Als hij hem snel neemt, kan hij hem zo over Jans heen loppen. Nou, die loopt gelukkig nu een stukje terug. Dat was een aardige knal. Vreugdevuur. Komt die vrije trap, wordt laag over de grond geschoten. En wordt aangeraakt door Maurice Verne. Heracles kan dus een corner nemen. En er wordt nu ook uiteraard gevraagd of men geen vuurwerk wil afsteken. Corner is een feit. Jansen met de vuisten en weer een corner. Nou, dan heeft Heracles toch al 5 corners in de tweede helft. Tegen ADO Den Haag overigens geen 1. En de corner mag genomen worden aan de rechterkant. Jansen met een vingertje. 6e corner voor Heracles. Corner nu vanaf de andere kant. Draait weer in, Jansen moet weer komen en nu hoeft hij niet eens te stompen. Hij kan hem heel makkelijk pakken. Ja, u heeft waarschijnlijk zelf wel in de gaten dat er op dit moment de beeldverbinding even uitgevallen is. En dat we ons dus eventjes gaan concentreren op het radioverslag. Dat betekent dat het allemaal een beetje sneller moet. De bal is in ieder geval bij Brian van Loo, de keeper van Heracles. Die de bal naar voren knalt in de richting van Jury Roos. Die kan er niet bij. Carrillo die zit er op het laatst nog met het hoofd bij. Zodat er een ingooi genomen kan worden. En die ingooi die wordt genomen door Heracles een beetje 2 meter bij de cornervlag vandaan. Het duurt heel lang voordat die bal genomen wordt. Nou, wordt hij uiteindelijk genomen, komt hij bij een van de invallers terecht die op de solo-tour gaat. Een vrije trap wil hebben en Luinge zegt flauwekul, je gaat gewoon zelf liggen. Terwijl we volgens mij weer beeld hebben. Bal wordt naar de buitenkant gegeven. Dat is een mooi moment om erin te komen, want u ziet zelf dat er een aardige aanval van ADO Den Haag is.
Met op het laatste moment nog een ingreep van een van de verdedigers van Heracles. En Luc Venker, je kan het nu weer een beetje rustiger aandoen, want de mensen zien het allemaal zelf weer. Even terug naar de radio, dat is ook wel aardig. Ingooien is er in ieder geval voor ADO Den Haag. Met nog 6,5 minuten voetballen. En de eerste periode, die zit gewoon in de tas. En wat is het dan jammer, zeg ik dan. Dat is ook het laatste negatieve wat ik vanavond naar voren ga brengen. Wat is het een jammer dat je volgende week naar Cambuur moet en dat je geen supporters mee mag nemen. U weet dat, vorig jaar tegen Excelsior is het een beetje uit de hand gelopen. En de KNVB heeft besloten om daar een straf tegenover te zetten van één wedstrijd geen supporters mee naar een uitwedstrijd. Het had natuurlijk leuk geweest als het in deze euforie toch supporters mee naar Leeuwarden. Nou, dat gebeurt dan niet. En dus zal ADO Den Haag daar alleen moeten doen. Maar u weet het, de wedstrijd komt natuurlijk rechtstreeks op Radio West. En de tv gaat er ook naartoe voor beelden die we uiteraard zaterdag laten zien. Het is niet anders. Geen supporters mee naar Leeuwarden. Wel een hoop supporters vanavond hier in het Zuiderpark. Wilt u weten hoeveel? 8130 zijn er. Dat is een tijd geleden dat die hier geweest zijn. Heracles goochelt. En speelt de bal uiteindelijk naar de buitenkant. Rashid Tibari. Calabro. Van der Laan. Kalis. Jansen er goed tussen. ...275 supporters van Heracles worden toegezongen door de aanhang van ADO Den Haag. Het is stil aan de overkant. Het is ook stil daar in dat vak. Het is ook niet zo gek als je met 3-0 achter staat. Heerkens. Goeie bal op Kastelen. Eens kijken wie er voor loopt. Stroeven bijvoorbeeld. Dit is ook aardig. Calabro die kopt hem terug eigenlijk. Van afstand Kalis, dat wilde hij graag. Nu dan van afstand door Heerkens en die bal die gaat over en naast. Het is die snel hè, die Kastelen. Dat verkijk je toch echt op. Dat deed de keeper trouwens ook, die in eerste instantie uit wilde lopen. Maar dacht van nou, die Kastelen komt nooit bij de bal. Ja, dag. Verberne met zijn hele ziel en zaligheid. Calabro had hem meteen moeten geven op Kalis. Carillo. Kalis aan de buitenkant. Levert dit nog een corner op? Ja, een corner voor Den Haag. De eerste in de tweede helft. De zesde in totaal. Tot 3,5 minuut. Corner is snel genomen. Kastelen. Kastelen wordt een beetje vastgehouden. Van afstand dan. Hard zat hoor. Stroeven had graag nog een tweede goal gemaakt. Lexi. Daar zit hij. Onder het groen-geel. Kijk eens, hij doet mee met het publiek. Nou, dat zie je niet vaak hoor bij Lex Schoenmaker. Maar nu heeft hij feest. Het zal nog lang onrustig blijven. In de meest positieve zin van het woord. Want denk erom dat er hier een feestje wordt gemaakt. Ondanks het feit, nogmaals, dat de spelers zeiden van ja, leuk die eerste periode. Maar we gaan voor iets hogers. We gaan voor het kampioenschap. Maar het publiek wil zo graag. Het publiek wat al een tijd, en dat weet u zelf, niet echt verwend is in het Zuiderpark. Het publiek, het Haagse publiek, kan weer trots zijn. Je kan er weer voor uitkomen dat je voor ADO Den Haag bent. Je kan weer een groen-geel vaantje in je auto ophangen. Zonder dat mensen in de lach schieten. Vrije trap nog. Met nog 2 minuten te voetballen. Eindstand, kijk, eindstand van Man of the Match. Wie is het geworden? Romeo Kastelen. Ah, dat is leuk voor die jongen.
Veel blessureleed gehad. Zich teruggeknokt in het elftal. En een hele mooie goal gemaakt. Snel in de tweede helft. Romeo Kastelen dus, volgens u als kijker, de man of the match. Ingooien is voor Heracles. Dit is een Romeo Kastelen, dat weet hij natuurlijk nog niet. Maar denk erom dat hij het leuk vindt hoor. Met dank trouwens aan iedereen die ge-sms heeft. Leuk dat u zo massaal meeleeft met ADO Den Haag, maar in feite ook met ons. Leuk wisselwerking. Dordrecht-Emmen staat er trouwens 0-3. Maar nogmaals, trekt u zich daar eigenlijk helemaal niks van aan. Want ADO Den Haag gaat de periode pakken. En daar kan Heracles niets meer aan doen, daar kan ook Emmen helemaal niets aan doen. Daar kan helemaal niemand meer wat aan doen. Den Haag pakt gewoon die eerste periode. En nogmaals, ik vond het wel aardig dat Rinus Israël dat voor de wedstrijd zei. Van, ik vind het een prijs. Je weet nooit wat er allemaal in het seizoen gaat gebeuren. Met blessures, met schorsingen, noem maar op. Je bent nu in ieder geval zeker van de na-competitie. Dat is een ding wat zeker is. Kampioenen, kampioenen. Het schuilt en het schalt van de tribune af. Natuurlijk is dat voorbarig. Maar neem het de supporters eens kwalijk. Mag je een keertje genieten. 3 minuten komen erbij. Waarom mag Joost weten. Maar goed, 3 minuten, die komen we ook nog wel om. Gijs Kalis. Ingooi snel genomen naar Hogeveen. Speelt Carrillo uit. Komt met de voorzet. Wordt aardig ingelopen. En wordt uiteindelijk door Heerkens weggewerkt. Kastelen. Kastelen wordt weer onder de zoden geknald. Ja, als je door de TV Westkijkers als man of the match wordt gekozen, dan kan je wel wat hebben natuurlijk. Calabro, buitenspel. Verberne. Leuring, platvoet, hij had zo graag gewild, maar het lukt hem niet. Kastelen, ja, is goed gespeeld. Heracles, misschien de laatste aanval, was dat geen buitenspel? Kennelijk niet. Rijhard wordt uitgespeeld, voorzet moet komen, die komt ook. En dan is er toch nog het hoofdje, want Jordi Roost die kwam eraan. Jeffrey van Asten die bal nog corner kopt. En dan is het wachten op het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Luinge. En mag Heracles nog een corner gaan nemen. Nog een keer de voorzet en nog een keer een corner. Het is Sandro Calabro die de bal als laatste tegenover zich krijgt. 13e corner voor Heracles tegen 6 voor ADO Den Haag. Maar kijk eens naar het scorebord. 3-0 staat daar. En dat is belangrijk. Dat telt. Corner mag uiteraard nog genomen worden. Weer kort bij de eerste paal. Weer wordt er ingegrepen door Stroeven. Proeven die nu even aardig gedold wordt, dat moet ook gezegd worden. En nu is die bal achter geweest. Nou, die bal die was volgens mij al lang achter. Maar maakt niet uit. ADO Den Haag gaat misschien wel voor de laatste keer nog even aanvallen. Met Stroeven. Oh, wat ligt er in ruimte. En dan zegt scheidsrechter Luinge, het is afgelopen. Dan wint ADO Den Haag met 3-0. Pakt de eerste periode in de competitie 2002-2003. Doet natuurlijk hele goede zaken voor 8100 mensen. Laat ADO Den Haag zien dat ze op dit moment de beste van de eerste divisie zijn. Zo simpel ligt het. Oké, we hebben pas 8 wedstrijden gespeeld. Er komen er nog een heleboel. Maar de eerste periode kan ADO Den Haag niet meer afgenomen worden. Door doelpunten van Hofstede, Stroeven in de eerste helft en Kastelen in de tweede helft vlak na de rust.
is het 3-0 voor ADO Den Haag. Die dan prompt in de bloemen wordt gezet. En het is natuurlijk een prachtig gezicht als die ploeg zo dadelijk massaal naar Midden-Noord toe loopt. Dat zou heel erg leuk zijn, terwijl onze camera uiteraard op het veld is. Waar de spelers alle waarschijnlijkheid eerst nog even met z'n allen naar dat Midden-Noord toe gaan. Belaagd door fotografen. Kijk, dat hele spul is lopen naar, daar gaat de fotograaf van de Haagse Courant zelfs plat. Dat zal hij niet leuk vinden. Kijk, de supporters eens, het Bengaalse vuur. De bloemen worden in het publiek gegooid. Zo blij zijn de spelers, ook spelers die al van alles hebben meegemaakt. Zoals een Arjan van der Laan, die in zijn tweede jeugd zit. En van der Laan die dus bij Twente, bij Sparta alles heeft meegemaakt, maar oprecht geniet van wat er hier bij Den Haag gebeurt. De grote vlaggen en de cornervlag. Vader en dochter, die zwaaien daar. Gelukkig dat het niet omgekeerd is, want dan zou die dochter daar een behoorlijke kluif aan hebben. Maar kijk eens naar dat die spelers van ADO Den Haag dit totaalbeeld. En deze close-up van spelers die oprecht blij zijn. Ik heb dat vorige week in IJmuiden al gezien bij Telstar. En nu komt het hele spul richting de Zuidtribune lopen. Af gaan ze eerst naar West toe. Het spul gaat eerst naar West. Let u even op naar de schooljeugd. Op de Hyundai Vathouder tribune. Daar loopt het spul nu naartoe. En en masse, iedereen doet mee. Prachtig gezicht van spelers die een goede prestatie hebben geleverd. Terwijl Carrillo nou die vlag wil hebben, denk ik. Om daar mee feest te gaan vieren. En zullen de spelers dan ook nog eventjes naar de Zuidtribune komen. Terwijl Carrillo die grote vlag te pakken heeft. En ermee gaat zwaaien. Kijk eens. Zo'n man, zo blij. Terwijl de rest naar dat Zuidtribune toe komt. En daar het publiek dat er een staande ovatie voor heeft. Dat publiek wil bedanken. ADO Den Haag wil niet van het veld af. ADO Den Haag wil feest vieren. De spelers die eerst nog ingetogen waren zeiden van het echte feest moet nog komen aan het eind van de competitie. Deze spelers laten zien dat ze wel degelijk ontzettend blij zijn. Erik Kooijman staat op het veld met Peter Hofstede. Peter, gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe ging het met jou? Ik had eigenlijk heel veel last toen ik begon al, maar ik wilde niet graag eraf. Dus ik heb eigenlijk gespeeld met een spierverrekking of schuring in mijn kuit. En toch die 1-0? Ja, dat was dan weer wel belangrijk. En, maar in de rust heb ik gezegd, ja, nog 5 minuten en dan moet ik eraf, want het gaat echt niet meer. Hey, fantastisch dit, hè? Jij bent al wat ouder, maar dit is een mooi feest. Ja, maar ik denk sowieso dat we een hele goede periode hebben gespeeld. En ook heel terecht winnaar zijn geworden van die periode. En nu moet je nou alleen wel vasthouden naar het eind van het seizoen toe. Maar dit is heel leuk om nu te winnen en nu feest te vieren. Jij hebt er al wat meer meegemaakt, hè? Periodetitels. Hoe gaan jullie het vieren, denk je? Is het speciaal Haags? Kijk, vorig jaar wonnen we hem ook. Ik denk dat het wel een feest waard is. Ik denk dat we goed gepresteerd hebben tot nu toe. Een klein feestje, maar dan gaan we weer de draad oppakken. Want het nog iets belangrijker straks aan het eind van het seizoen. Dankjewel. Eventjes Arjan van der Laan en Gijs Kalens hebben het over twee spelers die toch al het een en ander meegemaakt hebben. Die nieuw zijn bij ADO Den Haag. En die met z'n tweeën langs Midden-Noord met die gigantische groen-gele vlag aan het zwaaien zijn. Dat zijn spelers, het zijn profs. Maar ze zijn oprecht blij met deze overwinning, met het behalen van die eerste periode. Hoezo spelers die naar Den Haag toe komen in de nadagen van een competitie? Flauwekul. Het zijn spelers die dolgraag willen winnen. En die dit wel degelijk als een prijs zien. En die er oprecht blij mee zijn. En dit Midden-Noord steun en toeverlaat voor de spelers. En vergis u zich niet in Zuid. Want op de Zuidtribune is ook iedereen nog gebleven. Want iedereen wil toch nog op het laatst hier dat feest in het Zuiderpark meemaken. Hier is die Mario van Heiningen, zag ik voorbij lopen. Goed, hij heeft daar niet gespeeld, maar ook hij is blij. Dit is Romeo Kastelen, uitgekozen via sms bij TV West als de meest populaire speler en de beste. Erik. Romeo, gefeliciteerd. Dankjewel. Dit is lekker, of niet? Ja, fantastisch. Ja. Kastelen, daar kom je nooit meer vanaf. Nee, maar dat maakt ook niet uit. Ik weet wie ze bedoelen, dus dat is mooi. Hey, het ging heel lekker met jou. Je hebt natuurlijk een tijdje ben je eruit geweest. Vorige week speelde je weer aan de basis. Nu weer. Het liep gewoon. Ja, het ging wel lekker. Vorige week was het wat moeizaam. De eerste 90 minuten, maar zoals zie je, deze was, ging het wel lekkerder. En toch een goaltje meegepikt. De eerste half uur was het nog even afwachten of Den Haag dit wel zou gaan redden. Want
Heracles speelde ook aanvallend, durfde gewoon te voetballen. En jullie kwamen niet vanzelfsprekend voor die goal. Ja, dat klopt. Ze zitten heel veel druk vooruit en daardoor werd het meer een open wedstrijd. Kansen overweer. We konden ook niet zo goed 2 goals maken. Maar ja, gelukkig hebben wij erin geprikt. En die derde, die vlak na rust, in de 47e minuut, dat ging heel lekker. Ja, zeker. Vlotte combinatie met Groepen en ja, ging er lekker in. Ja. Blij dat je weer terug bent aan die rechterkant? Ja, zeker. Hartstikke blij ben ik. Periodetitel. Ja, top. Daar gingen we voor. Aan een feestje vieren. Ja, tuurlijk. Dankjewel. Dat was de man van de wedstrijd, Romeo Kastelen. Hij is erg tevreden en hij is heel erg blij. Wij gaan er zo uit. We komen straks weer terug. Dan praten we verder in de catacombe hier in het Zuiderpark. Waar het nog lang onrustig zal blijven. In de positieve zin van het woord. Tot zo.